In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw was het in het katholieke zuiden de normaalste zaak van de wereld dat een nieuwe school of nieuw bedrijf voor ingebruikname door de pastoor werd ingezegend. Vandaag de dag een bijzondere aangelegenheid. Toch gebeurde dat maandag bij het nieuwe bedrijf van Waxaard Studio van Hella en Aad Lelieveld in Sint-Oederode. Pastoordeken Eugène Jongerde, een huisvriend van de familie Lelieveld, zegende het nieuwe pand in. Met welke intentie deed hij dat? Dat je eigenlijk het gebouw beschermt tegen het kwade, maar tegelijkertijd ook in dit geval ook dat er een goede sfeer mag zijn in het gebouw, dat het goed werken mag zijn in het gebouw, in dit bedrijf, en dat we daarover de zegen van ons lieve Heer vragen voor bescherming enerzijds, anderzijds ook dat mensen zich prettig en fijn voelen, gezegend zijn om hun werk te mogen doen. Waxaard Studio is een gespecialiseerd bedrijf dat helemaal met de hand versieringen maakt in gekleurde was. Voor kaarsen, groot en klein, bestemd voor onder andere kerken in binnen- en buitenland. Dat maakte de inzegening volgens pastoor Jongerde tot iets bijzonders. Het zegenen van een bedrijf is iets heel bijzonders. En dan met name ook zo'n bedrijf wat ook zeer kerkelijk betrokken is. Ja, is natuurlijk fantastisch om te mogen doen. Ook voor Hella Lelieveld, die jaren geleden met haar man Aad het bedrijf van haar vader overnam, was het een bijzondere dag. Ja, zeker weten. Ja, dit is echt de kers op de taart. Het verhuizen, maar dan ook nog het inzegenen van pand, wat toch wel, ja, ten eerste heel goed bij ons product past. Maar ook de zegen van dat alles goed mag gaan met iedereen, persoonlijk en zakelijk. Ja, dat is toch vrij bijzonder. Het bedrijf bestaat 47 jaar, opgericht door jouw vader Harry. Wat zou je hierboven, wat zou je zeggen? Ja, ik hoop dat ik het goed doe, dat hij heel trots is. Ik heb echt zoiets van, ik zeg wel 100 keer van, is het toch jammer dat hij dit niet meer ziet. Maar ja, ik ga ervan uit dat hij zit te blinken boven, dat hij trots is. Trots op al het individuele kaarsenwerk dat het bedrijf maakt. En dat is heel divers. Eigenlijk het belangrijkste wat ik vind is dat ik in dienst van de mensen sta. Ik wil de doopkaars maken die zij willen. Ik wil de trouwkaars maken die zij willen. En ook in binnen- en buitenland de paasversieringen die toch wel gebonden zijn aan landstreken. De smaak, de beleving van een kerk, van de Russisch-Orthodoxe kerk tot de Lutheranen, de katholieke, protestanten, gereformeerden. Ja, wij maken voor iedereen kaarsen. En die worden door Hella allemaal zelf ontworpen. Ik heb door de jaren heen eigenlijk de kennis vergaard om de mallen tot in de perfectie te maken, zodat ze ook haarscherp zijn en mensen achter in de kerk kunnen zien wat er op de kaars staat. En dat is ook heel belangrijk. Iedereen moet zichzelf erin vinden. Iedereen moet zich kunnen vinden in het onderwerp wat op de kaars staat. Dus dat is eigenlijk waar ik de hele dag mee bezig ben.